hebben hier onze hartkloppingen. Hier kan je je kaartje achterlaten als je een nieuwe lift zoekt voor de terugreis. Maar ook natuurlijk als je misschien nog even de liefde van je leven zoekt. Wij zoeken voor Adriël Sanne. Een leuke, lieve, blonde meid. We gaan even kijken. Hebben wij hier een Sanne? Geen Sanne? Ben jij Sanne? Nee. Ben jij Sanne? Nee. Ben jij Sanne? Nee. Ben jij Sanne? Nee. Ben jij Sanne? Nee, ook niet. Nee. Geen Sannes. Geen Sanne. Ben jij Sanne? Nee. Ben jij Sanne? Nee. Ben jij Sanne? Ook niet. Ben jij Sanne? Nee. Ben jij Sanne? Nee. Ben jij Sanne? Nee. Dat is geen Sanne. Nee. 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 Het is onmogelijk om Sanne te vinden. Sanne, ik heb een oproep voor je. Herken jij hierin? Ben jij Sanne? Ben je een leuke meid? Heb je blond haar? Ga dan alsjeblieft zo snel als je kan naar het Instagram-account van de HGJB Jong en vraag naar Adriël. Hey, ik ben Jos en ik ben vrijwilliger bij de Balie. En wij hebben net eigenlijk iets te weinig vrijwilligers. Dus wij gaan op zoek naar deelnemers die volgend jaar vrijwilliger kunnen zijn bij de Balie. Jij weet dat wij vrijwilligers zoeken voor de HGB. Wat maakt jou nou een goede vrijwilliger voor de HGB? Nou, ik kan heel goed ouwe hoeren. Dus jij hebt het idee dat wij bij de Balie alleen maar ouwe hoeren? Ja. Hallo, hoe kan ik je helpen? Geweldig, echt geweldig, echt geweldig. Hey, wij zoeken vrijwilligers voor de HGB. Wat zou jou een goede vrijwilliger maken? Ja, misschien mijn sociale vaardigheden. Oké, nou laten we iemand uitzoeken waar jij dan even gezellig mee kan kletsen op deze kerstconferentie. Ja, maar nu zit ik even lekker. Weet je, als... Maar uiteindelijk vrijwilliger zijn, ja, dat is niet alleen maar nemen, het is ook geven. Ja, dan moet ik er toch nog even over nadenken. Ja. Ja, ik denk dat wij er ook nog even over na moeten denken. Ja. Wat maakt, zou jou een goede vrijwilliger maken? Nou ja, ik kan eigenlijk niet zo heel veel. Nee, en ik denk ook niet, moet ik echt een soort reclamepraatje houden of zou ik het niet doen? Ja, wil je mijn rap? Ik moet reclame maken voor de HGB dan, toch? Of moet ik reclame maken voor mezelf? Word vrijwilliger, doe het. Je krijgt geen gratis muntjes dit jaar, ik weet ook niet waarom. Je krijgt ook geen aparte slaapzaal, ik weet ook niet waarom. Maar uiteindelijk is vrijwilliger zijn voor de HGB best wel mooi. Superleuk, dat is helemaal te gek. Ja, mag ik nu wel mijn rap opeten? Wat maakt jou een goede vrijwilliger voor de HGB? Ik ben iemand die graag wil helpen. Dus aan wie ga je dit bord eten nu geven? Jij bent hier om te helpen. Voor wie heb je deze meegenomen? Jongeman, jij wilt gaan eten? Bij deze. Let niet op de onderkant van het bord, want het is al de tweede keer dat ik er wat haal. Dus er zitten al wat etensresten onder. Maar geniet ervan. Oh, dat is wel smerig, man. Nee, ja, dankjewel. Dit was echt een daad van dienstbaarheid. We gaan erover nadenken of jij ook... Een dagje na.